Erik Assink, komende zaterdag moet Quick Boys tegen Harkemaanse Boys. Ken jij een beetje de geschiedenis van die twee clubs tegen elkaar? Ja, toevallig. Ik ben natuurlijk wel in die regio groot geworden en 6 jaar bij Drachtse Boys getraind. Dus Harkemaanse Boys en de mensen die er wonen, de Harakieten, die ken ik maar al te goed. Ik weet dat dat heethoofdig publiek kan zijn. En zo weet ik me van heel lang geleden, ik weet niet eens meer welk jaar precies, maar dat er ook wel een akkefietje is geweest met WHC supporters, ook met Quick Boys supporters. Dus afgelopen zaterdag was ik bij ACV Genemuiden en dan liep ik de teammanager van Harkemaanse Boys en de trainer van Harkemaanse Boys tegen het lijf en die beloofde ons al een warme ontvangst. Dus nee, is klaar. Ik weet die geschiedenis en goed, we gaan het zien. Het voelt dus eigenlijk een kostuis komen als ik je een beetje hoor. Nou, het is wel Friesland, ik ben in Drent. Daar zit wel 20 kilometer verschil in of 15 kilometer. Maar toen ik in Drachten trainde was dat 6, 7 kilometer van Drachten verwijderd. En zat dat bij elkaar in de competitie. En waren dat, dat was een echte derby. Dus het is hartstikke goed volk. Het is hartstikke gemoedelijk volk ook. Maar het is super fanatiek. En het is heel erg bezig met de club. Zoals... eigenlijk ook bij Quick Boys aan de orde is. Ja, dan ik hoor je net heel veel over Harkema zeggen. Ik vind dat zelf nou een ploeg, die komen elk jaar weer een stukje dichter bij de top in de derde divisie. Kortom, Quick Boys gaat het gewoon lastig krijgen daar komende zaterdag. Nou, daar ben ik ook van overtuigd. Ja, in eerste plaats omdat wij überhaupt onze wedstrijden al niet heel eenvoudig winnen. Tweede plaats omdat het een tegenstander is die zich... bij uitzondering gewoon fantastisch kan inleven in een tegenstander. En daar ook heel gemotiveerd mee om kan gaan. Dus zeg maar 110% kan bieden. Zich vast kan bijten in jou als ploeg. En daarnaast hebben we ze nou 2 keer gezien. En dan maken ze ook alweer een lekkere indruk. Voetbal, veel fysiek, veel lengte, veel opportunisme. Veel inzet, veel duels. Nou ja, daar moet je tegen opgewassen zijn en dan moet je eigenlijk onderuit kunnen voetballen. Nou, het veld is niet super, het is een grasveld, maar ook in niet zulke goede conditie. Dus ja, wij willen toch wel graag van het voetballen hebben. Dus er zijn wel een aantal ingrediënten die wedstrijd voor ons wel wat lastiger maken. Mis je onder andere je kuitenbijter, Raymond Baten. Ga je het nog dan aanpassen? Dat je gewoon tegen die jongens zegt, van, even, als het niet mooi kan, dan maar je mouwen opstropen en gaan? Nou, jij noemt kuitenbijter Baten. Ik zou eerder zeggen kuitenbijter Mo Mahmoud. Dat is een jongen die daar vooral zijn kwaliteit in heeft. En die missen we beide. En dat zijn 2 jongens in dezelfde linie. Daar moeten we 2 vervangers voor vinden. Die ook weer een complementair middenveld vormen. Waarbij we misschien ook wel een klein beetje rekening houden met Harkema. We houden rekening met specifieke kwaliteiten. Dus de training vanavond zal uitwijzen welke kant we op gaan. En welke kant we op verwachten te moeten gaan. Maar dat niet makkelijk wordt, dat is duidelijk. Hè? Dat heb ik wel net wel genoeg gezegd. Baten is een heerlijke voetballer aan de bal die een stukje rust brengt, een stukje ervaring. Mo is een enorme balafpakker en speelt met een enorm groot hart. Ja, en daar Ricardo als voetballer bij hebben, daar praat je wel over een middenveld waar veel kwaliteit in zit. Veel verschillende kwaliteiten. Nou ja, dat moet onze bank dan maar duidelijk maken dat we dat aankunnen. Je hebt net al gezegd, van de laatste weken gaat het eigenlijk niet al nog zo heel soepel. In het begin ging dat eigenlijk wel. Hoe kan het dat jullie dan zo terugvallen? Nou, terugvallen, qua resultaten heb ik erover. 1-1 Dovo uitspelen is op voorhand niet een slecht resultaat. Zeker niet als je ook snel op achterstand gezet wordt. Als je daar de tweede helft naar voren haalt, dan hebben we daar kansen genoeg gehad om daar alsnog winnend van het veld af te stappen. Dat was eigenlijk tegen ASWH hetzelfde verhaal. Voor de rust hadden we al afstand kunnen nemen. Meer dan 2 doelpunten verschil hadden we gewoon kunnen maken. Misschien dus ook moeten maken. En uiteindelijk in de tweede helft, ondanks dat je de partij bent die meer terug moet, verder terug moet, hebben we wel 2 enorme kansen gehad om die wedstrijd in het slot te gooien. Om de 2-0 te maken. Onze keeper heeft daarin niet zo bar veel te doen gehad. Maar goed, de ballen vliegen er niet zo heel makkelijk in.
Toch een paar jongens die er wat tegenaan hikken. Hè. We hebben Bert in de spits gehad. Nou, die heeft eigenlijk heel weinig kansen gehad. Vervangen door Dennis. Dennis krijgt ook niet de wereld aan kansen. Had wel een hele goede ASWH-keeper op zijn weg naar de goal toe. Die een paar ballen uitranselde. Maar die schiet ze ook op dit moment niet makkelijk binnen. Kay, zo makkelijk als het in het begin van het jaar ging, gaat het nu ook wat stroever. Dus ja, aanvallend hebben we misschien wel een paar jongens die op dit moment even wat minder zijn. En dat is ook nog een scenario waar je rekening mee kan houden. Dat je zaterdag eventueel periodekampioen kan worden. Hoeveel ben jij daar nog mee bezig of zeg je helemaal niet? Nou, daar kan ik wel een paar dingen over zeggen. Ik ben daar... Tuurlijk speelt het wel door je hoofd heen. Hè? Maar er spelen ook andere dingen door je hoofd heen. De eerste periodekampioen wordt zelden de uiteindelijke kampioen, zou je kunnen zeggen. Een beetje in de luwte op de achtergrond blijven hangen en er kort bij blijven, dat kan ook heel prettig zijn. Want tegenstander speelt niet tegen de koploper, maar tegen de nummer 2, is toch net weer wat anders. Ja, en natuurlijk, het kan gebeuren, want Noordwijk heeft ook niet een hele makkelijke opdracht. Hè. Die heeft met ASWH toch ook een lastige tegenstander. Nou, wij hebben Harkema, een hele lastige tegenstander. Uiteindelijk gaat het om 34 wedstrijden. We hebben nog 50 gaan voor de winterstop. Daar zitten een paar hele vervelende klusjes bij. Nou ja, als je kampioen wil worden, dan moet je daar goed doorheen komen. Ja, want nu heb je Harkema, maar je hoort ook heel veel mensen al van ja, 1 december Noordwijk Quick Boys. Maar het lijkt me heel lastig om als trainer om dat ook weg te houden bij je groep. Nou, Noordwijk wordt eigenlijk nog niet genoemd. En zeker niet door de nieuwelingen. We zijn gewoon bezig met deze wedstrijd. Ja, en natuurlijk, Noordwijk komt dan aan de beurt. Hè, en dan zullen we zien hoe we ervoor staan. Dat zij een aardige ploeg hebben, dat is genoegzaam bekend. Dat ze veel voetballend vermogen hebben, is genoegzaam bekend. Dat er in het verleden duels zijn geweest tussen Quick Boys en Noordwijk, waarin Noordwijk ook toch een paar keer Quick Boys afgetroefd heeft op cruciale momenten. Nou, dat weten we ook. Nou ja, we gaan het zien. Ik zou zeggen heel veel succes en doe ze de groeten daar in Friesland. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Ons Jens, hè, zeggen ze dan. Ons Jens. Ik heb toch die pauze van.